Hallo allemaal, lezen voor de lijst. De kip die over de soep vloog van Frans Pointel, 1989. Dit is een autobiografische verzameling verhalen van de auteur, van het leven van de auteur, die voor, in en na de oorlog spelen. Voor maar heel weinig verhalen, maar na de oorlog met name, daar ligt de nadruk op. Globaal bestrijken ze de periode van 1933 tot het laatste verhaal 1988. Het draait om een jongen en zijn Joodse moeder die de hoofdrol spelen en die sterk overeenkomen qua thematiek. Die moeder en die jongen spelen de hoofdrol en die verhalen komen sterk overeen met thematiek, wil ik zeggen. Personages, stijl en toon. Komen dezelfde figuren in voor, personages in voor. Dus zo sterk lijken ze op elkaar, horen ze bij elkaar, dat je het boek kunt lezen als een niet-chronologisch vertelde roman. En dat komt dus omdat die verhalen zoveel samenhang vertonen. Het zijn verdrietige, koude, snijdende verhalen over beschadigde levens van hem en zijn moeder. Mager als dunne soep. Dunne kippensoep waar het vlees in ontbreekt. Als soep waar de kip overheen is gevlogen. Zijn moeder zegt dat op een gegeven moment als ze samen uit eten gaan, dan krijgen ze kippensoep. En ze zegt: dit is geen kippensoep, dit is soep waar de kip overheen is gevlogen. En dat geldt eigenlijk ook symbolisch gesproken voor de levens van die twee personen. Die moeder speelt een hoofdrol in het leven van de ik-persoon, tot ze uiteindelijk sterft en ze is zwaar beschadigd door de oorlog, door het verlies van bijna al haar familieleden die zijn vergast. Er is alleen nog een oom Simon, die echter later ook in een psychiatrische inrichting terechtkomt. De pijn en het verdriet van de moeder blijken uit constante bladeren in familiealbums met foto's van familieleden. Dat verdriet en die pijn blijken ook uit haar woeste, haast schelle pianospel, haar drama waarin ze schreeuwt, haar zelfmoordneigingen die ze hardop uitspreekt tegen haar zoon. Ik citeer: zodra jij je een beetje kunt redden, haak ik af. Bedoeld is natuurlijk: maak ik er een eind aan. Verhalen gaan ook over haar gevecht met de armoede, omdat ze van de ondersteuning leeft. En haar droevige uiterlijk speelt ook een rol. Iemand merkt op in dit verhaal, een mevrouw waar ze bij op bezoek gaat en die het veel beter heeft. Ze is verward en verkild, wil uitstappen en die mevrouw zegt: de lewaja of lewaga, ik weet niet hoe je het moet uitspreken. De lewaja is op haar gezicht te lezen en lewaja betekent begrafenis. Dus de droefheid van een begrafenis is op haar gezicht te lezen. De zoon vraagt dan ook wanhopig aan zijn moeder: houdt u dan niet van me? Met andere woorden, vormt dat geen tegenwicht tegen die ervaringen van na de oorlog? En ze zegt: ja, maar het is niet genoeg. Nou, dat is voor die zoon natuurlijk verschrikkelijk. Bij die zoon ligt het perspectief. Moeder is illusieloos, heeft geen enkel toekomstplan. De zoon is omringd door doden en door oudere mensen. De armoede is des te pijnlijker omdat ze het voor de oorlog financieel veel beter hadden en moeder weliswaar een verkeerde keuze had gemaakt bij het kiezen van een levenspartner, maar er toch een minnaar op nahield van wie ze zwanger werd en die de ik-figuur uiteindelijk verwekt heeft. Maar die vader van hem is eigenlijk spoorloos verdwenen. Er wordt in het verhaal niet nadrukkelijk gezegd dat hij vergast is, maar hij is ook duidelijk niet aanwezig, dus de kans dat hij uiteindelijk de oorlog ook niet heeft overleefd is bijzonder groot. Waarschijnlijk is hij ook wel gedood. De ik-figuur is trouw aan zijn moeder en vooral een dromer. Letterlijk en figuurlijk. Hij is een dagdromer over een rijkere toekomst. En verder komen er verschillende dromen van hem in het boek voor.
Op de ULO, waar hij naartoe gaat, de middelbare school, werkt hij keihard en is daar dan ook een uitblinker. Maar echte vrienden heeft hij niet. Het is een echte loner, idolaat van oldtimers. Hij krijgt van zijn oom Simon een heel mooi boek over oldtimers. Hij is daar helemaal idolaat van. En vooral is hij een jongen die emotioneel gebonden is aan zijn moeder. Een te sterke moederbinding heeft hij. En dat komt natuurlijk ook door het ontbreken van een vader. Als zij en andere familie. Als zij in 1975 sterft, dan is hij natuurlijk degene die met dat verlies verder moet. En ik citeer: Als moeder eenmaal dood was, was ik vrij van de zorg voor mijn moeder, vrij van de pinnige wijkverpleegster en vrij om uit te zoeken hoe het met mijn seksuele identiteit zat. Dus hij aarzelt op dat moment nog tussen mannen en vrouwen en het worden uiteindelijk vrouwen die hij seksueel lief heeft, kan ik niet zeggen, met wie die seksualiteit heeft, seks heeft. Als moeder begraven wordt, is hij de enige nabestaande die haar de laatste eer bewijst en haar volgens de Joodse rituelen laat begraven. Behalve de oorlog speelt ook de armoede een belangrijke rol. Moeder en zoon moeten van de ondersteuning leven en zien rond te komen en dat gebrek aan geld vergroot hun isolement. Als de ik-figuur na de ULO gaat werken, heeft hij hele magere baantjes die niet zoveel voorstellen, verdient hij ook bijna niks. Hij verdient op een gegeven moment 65 gulden per maand. En dat geld wordt door de ondersteuning ook nog eens afgetrokken van de uitkering van zijn moeder. Dus hij schiet er eigenlijk niks mee op. Hij krijgt 2,50 gulden zakgeld per week, wat echt niks is. Al op de ULO sluit hij vriendschap met Hanna. Een meisje die hij helpt met huiswerk en zij helpt hem met een ander vak Engels. En dat kan hij eigenlijk al heel erg goed, maar hij vindt het fijn dat ze bij hem is. Later zal ze nog een rol in zijn leven spelen. Ze gaan op een gegeven moment op bezoek bij de familie Goudvis. Het verschil met de rijke mevrouw Goudvis is enorm. En dat is heel schrijnend om te lezen. In de familie is oom Simon de tweede overlevende. Als scheepsarts heeft hij gewerkt en als de ik-figuur eens bij hem logeert, laat oom Simon een hoer komen. Nadat hij de ik-figuur heeft laten zweren dat hij niks tegen zijn moeder zal zeggen. Dat is een bijzonder schrale gebeurtenis ook weer. Een hele nare, pijnlijke gebeurtenis eigenlijk. Die ontmoeting met die hoer. Al eens eerder heeft die oom Simon er niet tegen opgezien om een NSB'er die een hartaanval kreeg en die zijn buurman was, opzettelijk de dood in te jagen. Toen hij een hartaanval kreeg, heeft hij me een spuitje gegeven, maar daardoor is hij juist overleden in plaats van gered. De ik-figuur is daarbij en heeft dat later aan oom Simon gevraagd. Je hebt hem naar de andere wereld geholpen, hè? En hij bevestigt dat dan zwijgend. Als de ik-figuur gaat werken en zijn moeder overlijdt, is er ruimte om een gelukkiger leven te gaan leiden, maar dat lukt niet. Hij blijft aan de oorlog vasthouden en aan zijn isolement en zijn passiviteit, zijn indolentie, zeggen we dan. Hè. De moeilijke woord daarvoor is enorm. Hij verslijt verschillende hospita's, gaat van kamer naar kamer en heeft nutteloze en nietzeggende baantjes. Het blijft voor hem dan toch een leven waarin de kip over de soep vloog in plaats van dat er eens goed kippenvlees in de soep zat. Oorlog, armoede, eenvoudige baantjes, isolement en ten vijfde seksualiteit speelt dan een rol. Armzalige seks, echt ook schrijnend, die spelen in het boek een rol. Hanna, de vriendin van zijn jeugd, die ontknaapt hem pas op 28-jarige leeftijd. Hij is dan al 28 en is nooit intiem met een vrouw geweest. En zij biedt zich dan aan, zou je kunnen zeggen. En daar speelt de oorlog ook weer een droevige rol, want dat zul je altijd zien. Hanna's oma is nooit
teruggekeerd naar haar dorp na de oorlog omdat ze een NSB-functie heeft gehaald. En hij verstrakt daardoor en verzet zich dan tegen die relatie. Er komt niks van terecht. Hanna wil wel met hem samenwonen, maar dan moet hij zijn vier katten, op wie hij dol is, wegdoen en een vaste betrekking zoeken. Nou, daar heeft hij geen enkele zin in om zijn isolement te doorbreken. Dus het is ook voor een deel een zelfgekozen isolement. Ik geef een citaat. Alleen zijn schept harmonie. Ja, maar je bent wel alleen. Hoezo harmonie? In je binnenste dan? Ja, want dat is een ander citaat. Mijn binnenwereld moet onverstoorbaar blijven. En dan kan ik het volhouden. Het citaat, het is de cirkel van de stilte. En dat was nou juist datgene wat Hanna zo bijzonder aantrok in hem. Die rust en stilte die om hem heen was. Maar die wil hij niet doorbreken door een vrouw in zijn leven toe te laten. Je hoort nu op de achtergrond de sirenes van het luchtalarm dat getest wordt op de eerste maandag van de maand. Trek je er niks van aan. Dat is de oorzaak dus. De cirkel van stilte die hij om zich heen wil handhaven. Je kunt dus zeggen, het is een isolement. Als zijn moeder dood is, voor zijn moeder dood is, komt dat isolement ook door zijn moeder. Maar daarna zou je zeggen, kan hij echt gaan leven, maar dat lukt niet. Het blijft een naar kil leven. Uit geldgebrek prostitueert hij zich zelfs een keer door zich met een zweep op de rug te laten slaan door een homoseksueel. Daar krijgt hij 75 gulden van en dan laat hij zich op zijn rug slaan. Hij mag zijn onderbroek aanhouden, ook een hele nare, perverse vorm van seksualiteit. En over zijn relaties zegt hij, zij, en dat is mijn moeder, staat kil en afwijzend en toch verholen mij liefhebbend tussen mij en elk wezen waarmee ik mij wil verenigen. Dus ook na haar dood staat die moeder als het ware nog tussen hem en die andere vrouwen. Dus het is de klassieke, de sterke moederbinding die hem afwijzend maakt ten opzichte van anderen, omdat zijn moeder er altijd als het ware tussen staat. Hij woont een tijdje samen met een zekere Carla, die een hazenlip heeft en 7 jaar jonger is. Maar zij houdt het tegelijkertijd met de 16-jarige Fred en heeft daar seksuele betrekkingen mee. En als die twee seks hebben, moet hij altijd een ommetje gaan maken. Ook heel tragisch eigenlijk. Ze wil ermee stoppen met die relatie met die Fred, maar David, de ik-figuur, heeft al besloten weg te gaan. Overigens wordt die naam David maar 1 keer genoemd in het boek. Hij heeft het gewoon steeds over de ik. En het blijkt later dat zijn echte vader David heet. Daarom heeft hij zichzelf, denk ik, zo genoemd. Uit frustratie vernielt ze de mini-wash, een soort mini-wasmachine. En is ze heel boos op hem en tussen hen wordt het dus uiteindelijk ook niks. Een tijd lang verblijft hij dan bij een tragische hospita, een zekere Lia, die al eind 50 is, hij is dan midden 30. En zij biedt zich aan voor in bed. Als je ooit een vrouw nodig hebt, dan weet je me wel te vinden, zegt ze tegen hem. Maar het lot wil dat die Lia van haar broer in Amerika een erfenis krijgt als die broer is overleden, 200.000 gulden. En een van de eerste dingen die ze doet is zijn haar vriend, nou ja, vriend hem op de waarheid te zeggen en hem uit huis te zetten. Want ze heeft die 200.000 gulden nu, dus ze heeft hem niet meer nodig. Nou, dat zegt alles over die relatie. Het boek sluit af met een snijdend verhaal dat identiteit heet. Het is een verhaal over het feit dat zijn vader, zijn onechte vader,
uiteindelijk niet wil dat hij besneden wordt als Joodse jongeman. En zijn onechte vader wilde dat niet. En er staat één intrigerend zinnetje, namelijk dat hem dat door de oorlog heen geholpen heeft, dat hij daardoor gered is. Want er werd natuurlijk door de Duitsers gecontroleerd of je een Jood was door te kijken of je besneden was. Een droom heeft hij dan in het laatste verhaal Identiteit over de ontmoeting met zijn echte vader als hij in het ziekenhuis ligt. En zijn echte vader is David Bloementaal. En daarom heeft hij zichzelf volgens mij ook David genoemd. Maar in werkelijkheid heet hij dus Frans Pointel. Waarom pas na een halve eeuw, vraagt hij zich af. Ja, die vader die zal waarschijnlijk omgekomen zijn in de oorlog. Die suggestie wordt wel gewekt. Hij is dan dus ongeveer 50 jaar. Hij is heel laat deze autobiografische verhalen gaan schrijven. Hij is dan al in de 60 en die zijn een groot succes geworden. Er zijn maar zelfs maar liefst 10 drukken of nog meer van De kip die over de soep vloog gemaakt. Het thema van het boek zou ik willen noemen het schrale, armoedige, pijnlijke leven van een zoon en een moeder die getraumatiseerd zijn beide door de oorlog, maar vooral die moeder is de getraumatiseerde. Ik heb het over pijnlijke verhalen, dat moet ik nog even invullen. Er zijn 4 pijnlijke verhalen die mij wel aan het hart gingen en die ik wel echt pijnlijk vond. En die noem ik even. Het gaat over oom Simon, die komt op een gegeven moment in een inrichting met een overlevende, een zekere dokter Leibovitsch. En ze spelen schitterend samen piano en viool. Die Leibovitsch kan heel mooi spelen en dan zegt Leibovitsch een gedicht op of een gebed op. In elk geslacht stond men tegen ons op om ons te vernietigen. Doch de heilige, geprezen zij hij, redt ons uit hun hand. Dat is eigenlijk het enige positieve verhaal, maar ook snijdend, omdat die Leibovitsch namelijk zelf psychiater geweest is in die kliniek waar hij zelf is opgenomen. Dus je kunt zien hoe die oorlogservaringen diep insnijden in het leven van die persoon. Het tweede snijdende verhaal is over zijn tante Jet, die altijd bij een dominee heeft gewerkt en daar jarenlang de hulp van de dominee was. En als dan de Duitsers een oekase doen uitgaan dat alle Joden zich in Vught moeten melden, wat doet die dominee dan? Die gaat geen onderdakadres organiseren, maar hij brengt haar alleen maar weg naar Vught. Dat is het enige wat hij doet. En die moeder gaat dat op een gegeven moment, gaat hij naar die dominee toe en die gooit hem dat voor de voeten van, jij bent nog erger dan de misdadiger, dan een misdadiger. Jij hebt dat totaal, zeg maar, op een misdadige manier niet opgelost, maar veroorzaakt. Want die Jet is dus uiteindelijk via Vught naar een van de concentratiekampen gevoerd en daar gedood, vergast. Dan een heel duidelijk verhaal over het doorgaan van het antisemitisme na de oorlog. Oom Salomon die had zilver in bewaring gegeven bij een hoofdinspecteur van politie die boven of beneden hem woonde. En die had ook juwelen, diamanten aan die man gegeven en zij de moeder gaat met haar zoon naartoe om verhaal te halen en die spullen op te halen, maar hij ontkent gewoon glashard dat hij dat ooit gekregen heeft. En hij zegt ook, wat wou je doen? Wat wou je daartegen doen? Heb je de brief wel om dat te bewijzen? Die heeft ze niet. En hij weigert het gewoon. Dus hij heeft gewoon die spullen verkocht of hij houdt ze zelf. Nou, over antisemitisme gesproken, na de oorlog. Dan is het heel pijnlijk dat zijn moeder sterft in een barak. Er is na de oorlog een stuk bijgebouwd bij een ziekenhuis en dat is een soort noodbarak geworden. En als ze sterft, sterft ze in die barak. En ze zegt ook tegen hem, wat symbolisch dat ik als Joodse in een barak uiteindelijk moet overlijden. En zijn moeder overlijdt daar dus in die barak. En dat is ook
gewoon uitermate pijnlijk dat niemand op het idee gekomen is om haar in dat ziekenhuis op te nemen en haar daar te laten sterven, is echt onbegrijpelijk. Pointel's stijl is nergens melodramatisch, is eigenlijk heel nuchter. Veel understatement komt erin voor. En hij is ironisch in zijn stijl en heel laconiek. Met name ook over die seksuele escapades die hij heeft, die seksuele gebeurtenissen, schrijft hij heel nuchter en kil. En dat is echt een boek waar de kip over de soep gevlogen is. Het is echt heel kippenvel op je armen als je het boek leest. Thema heb ik dus genoemd het schrale, armoedige, pijnlijke leven van een zoon en een moeder die getraumatiseerd zijn. En de motieven zijn armoede, indolentie, passiviteit van die ik-figuur. Dromen, hij heeft veel dromen komen erin voor. Dagdromen en werkelijk gedroomde dromen, zal ik maar zeggen. Perverse of totaal mislukte seksualiteit. Hè. Er is niks opwindends of liefdevols of positiefs aan die seksualiteit. Het zijn allemaal hele nare gebeurtenissen eigenlijk waar je met vervangende schaamte leest. Sterke moederbinding speelt een rol en natuurlijk de hoofdrol speelt het oorlogstrauma als motief. Ik had De kip die over de soep vloog jaren geleden gelezen. Ik denk dat het wel 20 jaar geleden is of zo dat ik het nog eens gelezen heb. Ik heb het nu weer herlezen en ik heb ondergaat toch weer diezelfde kilheid, diezelfde verschrikking van het leven van die Frans Pointel. Gelukkig is hij op latere leeftijd, heeft hij wat meer geluk gehad met zijn boeken die hij uitgaf. En is hij wat ruimer bij kas komen te zitten en is dat die armoede in ieder geval opgelost. Maar mensen zijn door de oorlog en de vervolging in die oorlog voor het leven getekend. Dit is dus een prachtig oorlogsdocument, zou ik zeggen. Het is een autobiografie, een ego-document van een hoog niveau en van een prachtige eenvoud. En ik raad je dit boek dan ook van harte aan. Als je wat had aan mijn bespreking, als je daardoor beter het boek gaat begrijpen, dan ben ik heel blij. Druk dan even op de like button, hè, zoals het heet. En dan maak je mij weer erg gelukkig. Ik wens je een fijne dag.